zijn ook wel blij als Nederland een WK speelt. Nee, ja, EK. Maar ja, als Turkije soms meedoet, is ons vaderland. Ja, dat is een ander gevoel. We schrijven 20 uur Nederlandse tijd. In de wijk Donnelberg in Roermond pakken een kleine 100 Turken zich samen voor de wedstrijd van hun vaderland. Als je dan moet kiezen, dan toch liever Turkije? Absoluut. Ja. Een beetje chauvinisme zit er toch in, hè. Maar goed, als de een niet doorgaat, dan heb ik natuurlijk wel liever dat die ander wel doorgaat. Dus, En aan die glimlach is te zien dat Turkije er het beste voor staat. En dat wisten wij allang voor aanvang van deze kwalificatiewedstrijd. Tijdens dit duel tussen Turkije en IJsland maakte Turk chauvinisme langzaam maar zeker plaats voor klamme handjes. Voor kippenvel, voor onzekerheid, kortom, voor wedstrijdspanning. Na veel oes en aas en sigaretjes buiten tegen de spanning vliegt hij er dan toch nog in voor Turkije. Alles valt op zijn plek voor de Turken. Oranje verliest, Kazachstan wint en dus is Turkije de beste nummer 3. Dat betekent rechtstreeks naar Frankrijk. Chapeau. Ja, ik vind het ook beter dat Turkije dit keer de kans krijgt. Nederlands, ja, altijd wel goed. Als Nederland door zou gaan of Turkije door zou gaan, was gewoon een win-win situatie. En in dit geval is het gewoon Turkije. Dus hartstikke mooi dat zij er gewoon bij zitten. In plaats van Oranje dan dit keer. Helemaal goed. En ook die glimlach spreekt voor zich. Succes in Frankrijk.